Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, beleidsresultaten 2 jaar kabinet Santokki vervat in boekwerk, regering zal vertrouwen samenleving blijven terugbetalen, psycholoog Donovan Isselt benadrukt belang onderzoek mentale gezondheid. Profvoetballer Leo Filo Vleiter motiveert zesde klassers OS Stoertonne. En DC Bola blijft zich inzetten voor ontwatering Paramaribo Noord. Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn. Dat is de titel van het boekwerk waarin de beleidsresultaten van de afgelopen 2 jaar zijn vastgelegd. Het boekwerk is op woensdag 25 mei 2022 overhandigd aan president Chandrika Prasad Santokki. Het staatshoofd zegt dat met hetgeen in het boek is vervat, ook verantwoording aan het Surinaamse volk wordt afgelegd. Hij noemt het een verzameling van resultaten als gevolg van de inspanningen van de regering en het team van ministers. Als ik het eerste exemplaar mag overhandigen aan de president van de Republiek. President, uw commissie is een maand terug benoemd. De commissie is aan de slag gegaan. En als onderdeel van die commissie overhandig ik u met trots het eerste exemplaar van het boekwerk. 2 jaar regering Santokki, Brunswijk. Alsjeblieft, president. Ja. Dank u wel, heer Alphen Woordvoerder. Maar nu in de hoedanigheid van lid van de commissie. Die de opdracht gekregen had van de regering om te werken aan 2 jaar na die verkiezing beleidsresultaten en dat allemaal om te zetten in een boekwerk. En ik weet dat de commissie het niet makkelijk gehad heeft. We hebben zeker nog 4 keer ontmoeting gehad met de commissie. En de minister die hebben zo hard gewerkt, zoveel resultaten ingeleverd. Het boek zou meer dan 500 pagina's worden, maar telkens kregen de minister de opdracht korter maken. Dat wil zeggen, dit is maar een verzameling van de beleidsresultaten als gevolg van de inspanning die gepleegd zijn door de regering Santokki Brunswijk samen met het team van de ministers. Maar ik doe een dringend beroep op de heer Alphen om het totaal pakket aan resultaat toch beschikbaar te stellen digitaal via internet, zodat men toch ziet wat het volledig resultaat is en dat dit slechts een verzameling is van die feiten, die resultaten die in feite binnen het budget beschikbaar waren en binnen ook uitgemeten tijdspad om dit aan de samenleving te presenteren. Als er zijn een verantwoordelijkheid die we hebben als regering en we leggen hiermee ook een stukje verantwoordelijkheid af aan het volk van Suriname. Dank u wel. Dan heb ik ook een exemplaar voor de vicepresident. Samen vormen wij de regering. Stop. PP, is na 2 jaar. Abuku, we zijn dikke morgen. Maar we hebben het hier weggehouden. Het echte dikke boek presenteren op 25 mei 2025. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja, man. Dank u. Voorzitter van de NPS, mag ik ook 1 exemplaar overhandigen, ook voor de bijdrage van u en uw ministersteam. Alsjeblieft. Voorzitter, mag ik u overhandigen? Dank u. Ook voor die bijdrage en ondersteuning. En natuurlijk zou dit boekwerk niet compleet zijn zonder ook de bijdrage van onze Nationale Assemblée. Voorzitter van de Nationale Assemblée, mag ik dit ook aan u overhandigen. Alsjeblieft. Er is internationaal weer vertrouwen in Suriname.
De druk in de samenleving wordt minder en de regering zal injecties blijven geven, opdat het beter gaat. Zo gaf president Chandrika Prasad Santokhi aan tijdens een persconferentie op woensdag 25 mei. De regering bleef tijdens dit moment stilstaan bij de beleidsresultaten van de afgelopen 2 jaar. Het staatshoofd ging daarbij ook breedvoerig in op de projecten die de regering ter uitvoering in de planning heeft. Finally, wat je wel ziet, dat het vertrouwen terug is. Dat internationaal ons ondersteunt. Dat er bilaterale samenwerkingsrelaties zijn met verschillende landen in de wereld. En dat we van de internationale financiële instituten nu enorm veel ondersteuning en technische bijstand krijgen. Maar ook financiële injectie krijgen om nu verder te gaan met de ontwikkeling van ons land. En we merken nu ook in de samenleving, de druk wordt minder. En die druk gaan we blijven verminderen door steeds meer, ook als regering, die injectie in die samenleving te geven. In de vorm van koopkrachtversterking, in de vorm van financiële voorziening van kwetsbare groepen. En we gaan dat straks weer doen. Dat is afgesproken met de vakbonden, het bedrijfsleven, dat we straks in de maand juli weer incentives gaan geven. En naarmate we weer kunnen sparen, zullen we altijd teruggeven aan de samenleving, totdat de samenleving die kracht weer heeft om zichzelf te ontplooien, hun gezinshuishouding weer sterk te maken, weer zekerheden te hebben. En dat is waar we naartoe gaan, door enerzijds die urgentiefase, dat was de moeilijkste fase voor ons, af te sluiten en te gaan nu naar de stabilisatiefase en daarna te gaan naar de groeifase. En daarvoor hebben we al eerder gezegd dat we als regering ons huiswerk gemaakt hebben door 220 projecten goed te keuren voor de resterende periode. Microprojecten, projecten op samenlevingsniveau, megaprojecten, macroprojecten in de verschillende sectoren waarvan we dit jaar gaan uitvoeren. 62 waarvan de financiering al duidelijk is. De projectteams zijn al zichtbaar gemaakt. En nu gaan we richting uitvoering van de projecten. U gaat in de samenleving constant zien dat we projecten uitvoeren. Het zijn projecten die te maken hebben met verbetering van de leefbaarheid van de samenleving. Het zijn projecten die we kunnen kwalificeren als community projects. Het zijn projecten die ook het karakter hebben dat de samenleving ook ruimte krijgt om de zaken die al die tijd verwaarloosd waren weer hersteld te zien. En dat zijn zaken in de infrastructuur, zaken die te maken hebben ook met logistieke voorzieningen, zaken die te maken hebben met ook verbetering van de dienstverlening, agrarische projecten, projecten die bijdragen aan de werkgelegenheid, projecten voor de verschillende woonwijken. Er is een hele lijst, dat gaan we allemaal publiceren, de projecten die we allemaal dit jaar gaan uitvoeren. En daarna zijn er projecten die dit jaar voorbereid gaan worden, maar in 2023 uitgevoerd gaan worden en die gaan begroet worden in 2023. En daarna projecten voor 2024 en 2025. En die megaprojecten, laat me dat duidelijk zeggen, want ik hoor het nog steeds. Ja, maar van een regering of van een money. Om die grote projecten uit te voeren. En waarom gaan we nu grote projecten, waarom gaan we bruggen bouwen, terwijl we bouwen zo, ja, zo. Die grote projecten worden niet gefinancierd door de staat. Die projecten hebben het karakter van design, build, finance, operate. BOT model. Dat wil zeggen, we plaatsen de expression of interest. We gaan naar die openbare inschrijving en we kijken welke bedrijven, nationaal en internationaal, en we hopen graag dat het nationale bedrijven zijn of internationale bedrijven met als local content als een partner, dat zij dan het project gaan uitvoeren op basis ook van hun design, build, finance, operate. En als ze voor een bepaalde tijdsperiode het gaan beheren en hun geld weer terugverdiend hebben, hun investeringsgeld terugverdiend hebben, dan dragen ze het project over aan de staat. Dat zijn allemaal die grote projecten. De maand mei is wereldwijd Mental Health Month.
van 1 tot en met 31 mei wordt dan stilgestaan bij het belang van een goede geestelijke gezondheid. Geestelijke gezondheid maakt steeds meer deel uit van de dagelijkse gesprekken. Daarnaast kan een ieder wel eens geconfronteerd raken met uitdagingen die van invloed kunnen zijn op de mentale gezondheid. De communicatiedienst Suriname had een gesprek met psycholoog Donovan Isselt. Hij is tevens bestuurslid van de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen. Ik denk dat er meer gedaan zou kunnen worden. Ik denk dat wij veel meer naar buiten zouden moeten treden. En dan is het niet alleen de overheid hoor, maar ook alle andere instanties die daarbij een rol vervullen, of daarin een rol vervullen. Om mensen meer bekender te maken met de verschillende instanties waar ze terecht kunnen zijn voor hulp. Ja, ik denk dat dat nog onvoldoende leeft onder de mensen van waar ze precies terecht kunnen gaan. Als ze wat issues, psychosociale problemen ervaren. Waar kan ik nou precies terecht? Zo ken ik bijvoorbeeld een paar instanties. Maar als ik misschien in gesprek ben met een collega, dan hoor je weer over een andere waarvan ik denk van, oh, maar dat is niet zo bekend. En weten mensen dat wel? Dus ik denk dat we dat sowieso moeten gaan communiceren naar de mensen toe. Van, dit zijn allemaal de instanties waar je terecht kunt gaan voor... You name it, toch? Wat voor hulp dan ook. We moeten die hulpverlening ook toegankelijker maken, denk ik. Vooral zo kijken naar de mensen in de verre districten en het binnenland. Die zijn in principe verstoken van mentale zorgverlening, omdat eigenlijk alles gecentraliseerd is in Paramaribo. En we gaan onvoldoende naar die plekken om ook die hulp te brengen. Dus aan de ene kant moeten we dat ook zien op te vangen van hoe kunnen we die mensen ook tegemoetkomen dat ze ook die hulp krijgen. En dat zou je ook kunnen doen door middel van die eerste lijnzorg. Eerste lijnzorg zijn dus de huisartsen. Als we kijken dus naar een instelling als de RGD, die is vertegenwoordigd in de verschillende districten. De medische zending die gaat naar het binnenland. Dat we ook hun gebruiken om die hulpverlening naar daar te brengen. Ja, dus zij brengen natuurlijk het medisch aspect. Maar dat we ook kijken van hoe kunnen wij, dus als het gaat om mentale gezondheid, die verlening via die instanties desnoods dan naar daar brengen. We moeten ook kijken naar de digitale mogelijkheden. Kunnen we dat ook gebruiken? Er is tegenwoordig sprake van telecounseling. Dat betekent dus dat we via Zoom misschien of een ander digitaal platform die hulpverlening ook bieden. Dat hoeft iemand niet van een verre plek te komen, maar dat we dan online bezig zijn. En dan heb je ook die toegang hè, tot die zorgverlening. Maar natuurlijk, daar gaat er iets aan. Want daar hoor ik mensen al zeggen van ja, maar mijn internet en zo. Ja goed, oké. De overheid zal dat natuurlijk moeten gaan faciliteren. Dus ik denk dat we samen met alle actoren, want we moeten sowieso identificeren wie allemaal een bepaalde rol te vervullen heeft. Mental health, mentale gezondheid, is niet iets van één persoon. Is niet iets van één organisatie. Het is iets van ons allemaal. En wij allemaal hebben daarin een rol te vervullen. En ik denk dat we samen moeten zitten om al die rollen te definiëren, zodat we ook beter met elkaar kunnen optrekken. Omdat het woord voor het oplossen van mentale problemen, het is en zal blijven samenwerken. Zesde klassers van OS Tournis zijn op woensdag 25 mei motiverend toegesproken door profvoetballer Gleofilo Vleiter. Het betreft een initiatief van Vrienden van Vleiter, een groep geleid door Ivan Sommerviel. Vleiter moedigde de jongeren aan zich niet alleen op school in te zetten, maar ook door te zetten in het leven. Hij stelde zichzelf ook als voorbeeld om de top te bereiken. Ik denk dat het een heel goed initiatief is dat ik genomen heb om ze toe te spreken naar de laatste periode van het schooljaar. Dus voor mij doe ik het met mijn heel hart en ik heb altijd ervan gedroomd om zoiets te doen. Teruggeven en de kinderen motiveren die achter mij komen. Zoals ik het zeg, is heel belangrijk. Heel belangrijk, want hun zijn de toekomst. We moeten altijd gewoon achter de toekomst staan. Hun moeten achter ons aankomen, zeg maar als... Bijvoorbeeld ik als professional voetballer in het buitenland. Wil ik dat er ook anderen zijn in een groep dat achter mij volgt. En zo meerdere. Nou, ik kan niet zeggen dat ik
aan de top ben, maar ik ben hard op weg. Het is, zoals ik aan de kinderen heb gezegd, het is nooit makkelijk geweest. Maar als ze gemotiveerd blijven, hun doel willen volgen, is het het beste om altijd 100% te geven in alles wat je doet. Ja, zeg maar dedication. Dedication is key met alles wat je doet. Streven voor waarvoor je gaat. Als je één doel hebt, gewoon altijd echt erachteraan gaan. Je gaat tegenslagen krijgen. Iedereen heeft tegenslagen in het leven. Maar wat doe je daarmee? Ga je vallen en daar blijven liggen of ga je opstaan? Dus daar, bij die test, ga je weten van, kan je het of kan je het niet? Want als je blijft liggen, dan is het afgelopen. Maar als je opstaat en doorgaat, dan ga je zien dat het iets wat makkelijker is dan je dacht. Ik vind het een heel mooi initiatief. De leerlingen hebben zo'n motivatie nodig. En ze gaan natuurlijk naar een hoger niveau, dus ze brengen het mee. Ja, om dus de doorzettingsvermogen te hebben en om hun best te doen. En dat is heel erg belangrijk. Toch dat ze hun best doen en dat ze hun doelen nastreven natuurlijk. Allerbelangrijkste is dat ze hun best moeten doen op school. Ze moeten hun doelen nastreven. En ze moeten gaan waarvoor ze echt willen gaan. Een aantal leerlingen hebben gezegd wat ze willen worden in de maatschappij. Ze moeten hun doelen gewoon nastreven. En vooral hun best doen op school. Dat is belangrijk. De ontwatering van Paramaribo Noord blijft aandacht hebben van het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost. Echter is burgervader Ricardo Bola zich er terdege van bewust dat ook andere delen van zijn bestuursgebied met dit probleem te kampen hebben. Zijn wens is dat de bewoners in de verschillende resorten zo min mogelijk last ondervinden van overtollig regenwater. De samenleving mag verwachten dat het ontwateringsprobleem aangepakt zal worden. Ja, dus het woonwijk Morgenstond ligt in het resort Blauwgrond. De mensen hebben dus tussenkomst van OW. Hebben zij twee kolkenzuigers gehad, hebben dat zelf gerepareerd en gemaakt tot één. En ik ben wezen kijken, ik moet zeggen, de mensen zijn heel goed bezig daar. Morgenstond heeft een comité en de mensen hebben gezegd, we gaan het zelf aanpakken. En dat is heel goed, dat noemen we local content. En dat is ook de oproep die ik doe aan de mensen. Blijft u vooral niet stilzitten. De overheid, de districtscommissaris, wij kunnen niet alleen. U moet ook meehelpen. En het is een heel mooi voorbeeld wat daar gebeurt in Morgenstond. Zij proberen dat gebied voor de grote regentijd zo goed als mogelijk te onderhouden. Er zijn heel wat rioolputten. Die zijn verstopt, die worden uitgezogen. Er zijn kanalen die worden opgeschoond. Ik ben bezig alle pompgemalen sluizen wederom te inspecteren. Men zegt niet voor niets in Brinkdrissi Waktisiki. Ik wil hebben dat in ieder geval als de regen er is, dat de mensen zo min mogelijk last zullen ondervinden van overtollig regenwater. We zijn van de week begonnen ook hier aan de Wolframstraat om daar die grote kreek, sloot op te halen dat uitmondt in de Boomskreek. Dus u ziet, we zijn druk bezig en zo ben ik ook bezig met ondernemers ook weer lokaal te kijken hoe zij een handje kunnen bijdragen om al dit soort problemen op te lossen. Want het gaat ten goede komen van ons allemaal. En Morgenstond is een heel goed voorbeeld, maar we gaan door. We zijn nog niet klaar, ik ben ook met Klevia bezig. Maar zo probeer ik met verschillende gebieden te kijken. Want wateroverlast hebben we niet alleen op Morgenstond. We hebben het ook hier aan de Jodenbredestraat in de binnenstad. Ik zei u al, we zijn bezig. Met grote ondernemers daar. We hebben het ook voor de markt. Ja? En voor de vreedzaam markt. De problemen zijn bekend. Het zijn geen nieuwe dingen. Het gaat erom hoe gaan we ze oplossen. De problemen zijn evident. Maar we moeten ze oplossen. En ik probeer zo goed als mogelijk na te denken hoe we dat zo snel mogelijk kunnen oplossen. Dus de samenleving mag verwachten van mij, maar ook van de regering, dat we problemen gaan aanpakken. We lopen er niet voor weg. Soms zijn het kleine problemen, soms zijn het hele grote problemen. Maar wees gerust, we gaan ze oplossen. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.